Bitcoin, zijn we super bearish of juist bullish? In deze video ga ik je mijn kijk geven op de huidige Bitcoin chart. Hey toppers, welkom bij weer een nieuwe video op mijn kanaal. Het kanaal waar ik alles deel over mijn reis in de cryptocurrencies, crypto traden, beleggen, tutorials, reviews, unieke kansen om te gaan pakken in de crypto markten. En om er gewoon voor te zorgen dat ik jou stoom voor de komende jaren die komen gaan. Om ervoor te zorgen dat je nog mooiere trades kan maken, ga ik elke video 20 euro in crypto naar keuze weggeven aan personen die geabonneerd zijn op dit kanaal. Het enige wat je. Je voor de moet doen is even abonneren op dit kanaal via de knop hieronder en daarnaast even een reactie plaatsen dat je geabonneerd bent en elke video maak ik een nieuwe winnaar bekend. Goed, ook deze video beginnen we uiteraard weer met de winnaar van de crypto naar keuze. Zoals je in de intro hiervoor gezien hebt. En in deze video is dat Bernadette. Stuur mij even een mailtje, marchandbusiness.hopmail.com Met de crypto die je wil hebben en je walletadres adres erbij. Ik verzamel vaak de drie winnaars in de week. En dan stuur ik het aan het einde van de week of begin volgende week. Dus heb even geduld met die crypto. Vaak gaan mensen mailen, waar blijft het? Of reageren op mijn YouTube dat het allemaal onzin is. Is het niet. In plaats van dat ik dus elke keer iemand het crypto moet gaan sturen, doe ik dat gewoon drie in één keer. Goed, dat gezegd hebbende wil ik even op attenderen... dat ik een winactie ga doen op mijn Twitter binnenkort. En ik moet zeggen dat dit naast YouTube... Uh, mijn meest waardevolle platform is. Waarom? Even een tweet te uitsturen is gewoon heel makkelijk. Dus als je in de chart is te kijken... even een tweetje met waar, waar ik aan denk... of waar, uh, waar ik eventueel long ga of short wil gaan... of wat mijn zorgen zijn in de markt... is er heel makkelijk uit. Dus als je Twitter hebt, geef me even een follow. Binnenkort bij 4000 volgers ga ik ook een leuke winactie doen... waarbij uh, jullie ook weer crypto kunnen winnen. En die crypto mag je zelf... Kiezen. Ik zit bijna op 3100, dus bijna ook bij die 4000 en dan gaan we um, die winactie mooi doen. Goed, dan als laatste mijn webinar, die zit bijna vol. Um, ik heb 1000 plekken open gezet nadat er 500 waren aangemeld. Dus als je daar nog bij wil zijn, dan leer je hoe ik trade, hoe mijn uh, studenten treden, hoe we dagelijks winstgevend zijn. Als je daar nog niet voor aan hebt gemeld, doe dat even. Het is hartstikke waardevol, kost een uurtje van je tijd en het is volledig gratis. Goed, dan duiken we de Bitcoin chart in. Er zijn een aantal best wel interessante dingen die hier te zien zijn. En daarvoor wil ik je graag even het volledige scherm laten zien. Goed, een stukje beter zo voor jou, iets overzichtelijker. Wat je kan zien, in ieder geval op de daily grafiek, zijn een aantal dingen. Ten eerste heb je een bearish divergence op bitcoin zitten, die uh, al een lange tijd in de maak was. Dus hier zie je dat de prijs eigenlijk steeds een nieuwe highs maakt en in de RSI zie je dat de prijs steeds lagere of de RSI lagere highs maakt. Wat een bearish divergence betekent. Um, vaak als je een bearish divergence dus in de chart ziet, dan betekent dit ook uh, dat we iets van een pullback of een correctie in ieder geval gaan zien. En dat is dus eigenlijk ook gewoon wat we nu hebben gezien: een gezonde pullback. Wat we aan het doen zijn, is nog steeds vooralsnog een higher low maken. Dus je hebt hier een low, je hebt vervolgens een high hier. Als we hier die higher low maken op dit supportgebied en hij kan nog een stuk lager treden naar 21.400, 21.500, zou prima zijn. Ergens in ieder geval in dit gebied maken we een higher low, wat betekent dat we eventueel weer een nieuwe higher high neer kunnen zetten. Verder, als je gaat kijken natuurlijk op de daily chart, dan zie je dat er ontzettend sterke support inkomt op die 21.500, dus waar ook de liquiditeit hier ligt, uh, waar dus uh, ook in het verleden enorm sterke support is geweest, resistance is geweest, excuus, en wat is dus nu goed Support gaat zijn op het moment dat we daar weer komen. We zijn er nog niet helemaal, dus ik verwacht zeker nog dat we best wel een klein stukje kunnen gaan zakken naar die 21.500. Momenteel op het moment van opnemen zit we op 21.750, dus een klein stukje zakken is niet eens een probleem. Daarnaast, wat ook een sterke support is, is de 200 Moving Average. En op de 4 uur grafiek houden we momenteel support op die 200 moving average. Wat je wel ziet is dat we er doorheen breken om die liquidity op te halen, liquiditeit op te halen, excuus, die eventueel hier nog ligt om vervolgens dan weer omhoog te gaan. Maar vooralsnog houden we support op die 200 moving average hier. Wat betekent dat dit de support kan zijn van waaruit we continuation kunnen gaan zoeken? Wat betekent dat we natuurlijk eerst de support hier op 22.500 uh, weer moeten gaan doorbreken, wat niet in één keer zal gaan. Dan zou je waarschijnlijk iets van zo zien. Dan komen de 23.000 tegen. Moeten we die 21.500 als support maken en zo kunnen we mooi verder treden richting die 23.000 dollar, dus in ieder geval weer. Uh, en dan naar die 24.000 en uiteindelijk is natuurlijk 25.000 het doel. Dat zijn uh, bullish scenario's in dit geval voor Bitcoin. het Kan natuurlijk ook gebeuren dat je ziet dat we wel dit supportgebied gaan, bre gaan breken. Als je dat gebied breekt, dan komt hier de eerste support in en dat is op die 20.500. Dus dan zou je dus iets zien als dit, dat we hier opkomen, komen er niet doorheen maken dus van die huidige support resistance en vervolgens gaan we naar de onderkant van deze range, dat is die 20.500, wat een scenario zou zijn voor Bitcoin. Ik verwacht niet dat we daar nog verder naar zakken, maar op dat moment zal ik natuurlijk een nieuwe video maken, want de markt uh, verandert met de dag. Daarnaast wil ik je een hele bijzondere chart laten zien en dat is de 2-dag uh, chart, excuse op deze, de 2-dag chart op Logo Scale, altijd bij één dag of hoger kies ik graag Logo Rhythmic. En wat je hier dus ziet, is dat we sinds de top van de boelmarkt, dus november 2021, uh, grote resistance uh, hebben opgevormd. Dus die wordt hier gemaakt, hier wordt die nog een keer bijna om en nabij bevestigd. Trade is niet perfect. Vervolgens hier meerdere keren resistance geweest. Hier zie je... Dat we uiteindelijk ook iets van een, uh, uh, ja, kopers en verkopers waren hier eigenlijk allebei even. Uh, zoals je kan zien, en vervolgens spreken we eruit, komen we nu terug. En wat we aan het doen zijn, is simpelweg een retest maken op die lijn. En als we die tot support flippen, is dat enorm bullish. Wat je dus stevend ziet, is dat we die tot support aan het flippen zijn. We maken die higher low ten opzichte van deze low. En als je gaat kijken naar resistance die hier zit, uh, zit het precies op dat gebied eerdere hele grote resistance en wordt ook dat support. Wat betekent dat je heel veel confluence op dit punt hebt om eventueel te gaan zoeken dus naar long posities. Dus ik ben nog steeds meer bullish op Bitcoin dan bearish en je hoort ook iedereen op Twitter, overal hoor je roepen dat iedereen short gaat en eindelijk 17.000 uh, en ja, ik dacht ook dat we richting de 12.000 gingen op dat moment. Uiteindelijk is de markt omgedraaid en nu lijkt het erop dat we juist meer bullish gaan zijn en meer bullish tijden gaan zien dan dat we bearish Tijden gaan zien. Hoe kan dat dat we deze grote daling hebben gehad, uh, de cracken is van het SEC te horen gekregen dat ze moeten stoppen met steking aanbieden? Dat gaan ze ook doen. En that's it. Dat is het werkelijk. Je kan op genoeg plekken nog steken. Ja, het is zorgelijk als dat in heel Amerika gaat gebeuren. Uh, maar is het al gebeurd? Nee. Dit is het enige wat er is gebeurd. Paperhands die verkopen. Uh, en ik denk dat je als je Diamondhands hebt en je pakt nu, dus uh, je kans om longposities te openen, dat je uh, ja mooie winsten gaat pakken in de nabije toekomst. Ook ik heb longposities openstaan, zoals je hier kan zien. Ik uh, I put my money where my mouth is, zoals ze dat mooi zeggen. Bitcoin ingekocht met een kleine los van 1000. Uh, audio zit ik nu ook in. Uh, zit ook op een kleine los en CRV. Audio is, uh, even kijken. Deze chart, die ziet er op zich niet heel lekker uit. Tenzij die dan nu door kan trekken. Anders gaat die voor een bearish retest. Wat is het betekent? We breken er doorheen, komen terug voor een retest. Gaan nieuwe los opzoeken. Zou goed kunnen. Als we er doorheen breken, is het een bear trap geweest. Uh, we moeten we vooral naar de daily kijken. Dan zou je dus zien dat deze candle gewoon een wick wordt, zoals je hier ook hebt gezien. En dat we uiteindelijk wel omhoog gaan. Mijn stop los staat daar gewoon netjes voor. Dus als we eruit gestopt worden, is het een kleine los, geloof ik. Het is geen grote trade. was veel risico. Ik denk dat mijn los op zo'n 300 dollar staat. Kunnen we even kijken. Uh, hier. Mijn stop los staat op nou, 400 dollar. En mijn win, of tenminste, de win staat op 1000 dollar. Dus het is niet zo erg als deze verloren wordt. Dat is ook gewoon natuurlijk het risico van traden. CRV, simpele trade. Ontzettend sterke support hier. Stond eerst heel leuk in de winst. Op iets meer dan 1100 dollar. Uh, dat was omdat ik hem hier had opgepikt. Vervolgens. Hier waren we gekomen, 1100 dollar. En nu zijn we weer die support aan het testen. En goed te zien, gaan we houden, houden we. Komen we uiteindelijk met die bounce terug omhoog. En anders komt mijn stoploster weer in. Uh, want zoals het bij crypto hoort, heb je risk management op orde staan. Bitcoin, die hou ik gewoon aan. En Bitcoin blijf ik posities inschalen op het moment dat we verder zakken. Dus ook als we op dit level komen, heb ik nog een orde staan. Mochten we daarna nog verder zakken, ga ik ook gewoon daar op dat level uh, een uh, instapmoment kiezen. Daarnaast nog één ding die ik aan je wil laten zien, is de CME-gap die gevuld kan worden. Uh, dat is van de Futures Exchange, die zit tussen de 20.000 en de 20.600 ongeveer. En vaak zie je dat die caps ook gevuld worden. Um, die gaps, excuus. Uh, wat je ziet is dus dat deze nog steeds niet gevuld is. Dus er bestaat een kans dat als we deze uh, support hier breken, dus deze support, dat we richting die CME gap gaan en daaruit liquidity ophalen en dus weer omhoog komen. Dat is wat er kan gaan gebeuren. Als we gaan kijken ook naar eerdere uh, CME gaps, dan dus zie je hier eentje. Die is hier in één keer opgevuld. Je hebt er uh, hier een kleine. Nou, die is uh, ook gelijk opgevuld natuurlijk. Je hebt hier een grote. Je ziet dat die hier direct is opgevuld. Op deze manier. Dus die gaps zijn altijd wel iets om in de gaten te houden. En ook deze wil ik je dus. Of van deze wil ik je op de hoogte brengen. Goed je hebt de bullish en de bearish scenario's gehad. Op bitcoin momenteel. Daarmee kun je ook kijken naar de rest van jouw altcoin trades. Die je eventueel wilt plaatsen. Als je ziet dat bitcoin bullish gaat treden. Kun je long posities openen op altcoins. En vice versa. Als het bearish is. Als het support breekt. Kun je short trades gaan openen op altcoins. Goed dat was hem voor deze. Ik hoop dat je er veel aan gehad hebt. Als zo is like hem. Deel hem even met vrienden en familie. En hopelijk zie ik je terug. In de volgende. Adiós.